U komt naar het Radboud UMC voor uw afspraak. In uw afspraakbrief of in Mijn Radboud leest u waar u moet zijn. Bij de ingang van het ziekenhuis meldt u zich eerst aan bij de aanmeldcel. Dit doet u door de barcode op uw brief of in de Mijn Radboud-app te scannen. Op het ticket uit de aanmeldcel staat een overzicht van uw afspraken. Ook vindt u hierop de routenummers die u kunt volgen naar uw afspraak. Krijgt u bij de aanmeldcel de melding dat uw gegevens niet compleet zijn, dan meldt u zich eerst bij de inschrijfbalie. Dat doet u ook als u voor het eerst in het Radboud UMC komt. Daar noteren we uw persoonsgegevens in uw medische dossier. Veel gegevens kunt u thuis al invullen of aanpassen via Mijn Radboud. Na uw inschrijving ontvangt u een ticket met het overzicht van uw afspraken en de wachtruimtes. U volgt de routeborden om bij de locatie van uw afspraak te komen. Daar scant u weer uw barcode bij de aanmeldcel en neemt u plaats in de wachtruimte. Heeft u meer afspraken op één dag? Dan meldt u zich voor elke afspraak opnieuw aan. Op de beeldschermen in de wachtruimtes ziet u de wachttijden. In enkele gebouwen ziet u ook oproepcodes op het scherm. Uw persoonlijke oproepcode vindt u op uw afspraakticket, in de afspraakbrief of in de Mijn Radboud-app. Als uw code verschijnt op het scherm, bent u aan de beurt. De zorgverlener haalt u op uit de wachtruimte. Staan er geen oproepcodes op het scherm, dan haalt de zorgverlener u op uit de wachtruimte zodra u aan de beurt bent. Heeft u vragen over het aanmelden of over uw afspraak? Onze gastvrouwen en gastheren helpen u graag.